Nou. Wat een druk die. Ja, leuk hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het programma, zeg het maar. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Het gebeurt je. Ja. Dat is leuk hè? Ja, hartstikke leuk. U bent de eerste, dus u mag het programma Zeg het maar even openen. Dat is het. Welkom bij het programma, zeg het maar, voor deze week. Welkom bij het programma, zeg het maar, voor deze week. Wat ziet u er toch leuk uit? Ja, wij hebben feest vandaag op school. Wat gaat er gebeuren dan? Ja, nou, omdat de middelschool 50 jaar bestaat, hebben we vandaag een groot feest hier op de meesterdag. Oh, wat leuk. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, alle juffen en meesters vieren hun verjaardag. En de kinderen van groep 3 die hebben een speurtocht. Oh, vandaar die kledij natuurlijk. Ja, hè? Ja. Die ziet er erg schattig uit. Leuke oortjes en zo. Ja, ja dankjewel. Maar dan blijf je toch niet de hele dag in lopen? Ja, dat duurt nog een hele tijd. Dat duurt nog een hele tijd. We zijn wel erg druk, hè? Nou, wat een enthousiasme. Ja, leuk, hè? Volgens mij wordt het een hele leuke dag. En dat kan allemaal in Bennekom, hè? Het kan nog steeds, hè? Erg gezellig. Ja, ze worden een beetje druk, hè? Een beetje erg druk worden ze. Ja, dat hoort bij een feestje. Ja, dat hoort bij een feestje. Daar ontkom je gewoon niet aan. Doe maar niet. Oh. En, heb je nog een leuk weekend te doen? Gaan we wat leuks doen? De kinderen hebben straks vakantie. Oh, dus gelijk afscheid nemen voor een week op 6. Onze kinderen, deze kinderen moeten nog een week. Oh, nog een week en dan is het gebeurd. En dan is het weer. Ik had de buurvrouw ook bij komen. Ja, dat heeft u wel nodig, hè? Ja, net zoals de kinderen. Nou, gelijk heb je. Geniet van je vakantie. Hartstikke bedankt. Waar ga je naartoe of heb je nog geen plan? We blijven in Nederland. Oh, gewoon lekker in Nederland. Ongeacht het weer, maakt jou niet uit. Nee hoor, maakt niet uit. Je blijft gewoon lekker hangen. Wij blijven hangen. Gelijk heb je. Ja. Nou, dan mag je het magische woord even roepen. Ja, dat ken ik niet. Jawel, het is niet zo moeilijk. Dan roep je gewoon heel kort aan. Volgende. Volgende. Zwarte graag. Oké. Hallo? Wat is dit nou weer allemaal? Nou, dit is Vossenjacht en wij hebben een spel bedacht. Dan moeten ze eerst quizvragen beantwoorden. Dan moeten ze om de kaas heen rennen. Ja, oh. En dan moeten ze proberen 30 punten in dat bord te scoren met waterballonnen. En als ze 30 punten hebben, dan moeten ze hierheen rennen en dan... spekjes proberen te vangen met hun mond. En waarom doen jullie dit dan allemaal? Voor de lol? Ja, dit is het laatste jaar voor groep 8. Ah, jullie gaan en er vandoor. En dan, dit doen we ieder jaar. Dit is een soort van traditie. Ah, traditie, een soort vossenjacht en zo, dat soort dingen. Ja, het is ook een vossenjacht. Ook een vossenjacht. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Heel erg. Ja. Nou, dat wil ik dan even horen. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Ja. Oh, dat klinkt goed. Oké. Hey, maar dan kost je wel bakken met spekjes natuurlijk, hè? Ja. Ja, dat is waar. We hebben 3 zakken spekjes. Dat... En we hebben 250 waterballonnen hebben we helemaal opgepot. Leuk. Kun je elkaar lekker nat gooien. Ja. En wie is de volgende met de spekjes? Ik niet twee. Wie gaat er liggen? Laten we beginnen. Ga maar liggen dan. Ik wil even zien hoe het is. We moeten eerst daar beginnen met de quiz. Ja, maar ik wil even zien hoe de spekje happen gaat. Ja, dat wil ik even zien natuurlijk, hè. Even kijken. Ah, daar ligt er één. Ja. Bijna. Ja, hebben ze. Jullie hebben sowieso al de letter. Oké. Hey, ik ga ze even straks naast elkaar staan, want ik wil even het magische woord horen. Dan zeg ik 1, 2, 3 en dan roepen jullie met z'n allen tegelijk gewoon volgende. Dat lukt wel, hè? Okay. Nee, gewoon volgende. 1, 2, 3. Volgende! Ach, wat spontaan. Dankjewel. Dag. Doei. Denk het ook. Wat wilde jij nou heel graag? Oh, je wil op tv? Ja! Nou, dat gaat nu lukken dan. Zeg het maar dan. Wij komen op tv! Ja. En dan mag je ook iets leuks vertellen natuurlijk, hè? Wij doen de vossenjacht. Ik ben misselijk van de spekjes. Ja, hoeveel spekjes heb je al op dan? 8. 9. 9. Ja, dat is op een gegeven moment niet zo lekker meer, hè? Maar dat is te veel. Ja, maar is dat te veel? Ja. Eigenlijk moet je niet zoveel spekjes eten we dan, hebben dan hier word je misselijk van gaan. En we moesten we gisteren helemaal opblazen. 250 waterballonnen. Ja, 250 waterballonnen. Oh. Nou, dat wordt lekker gooien dan. Oké. Ze lopen over. Ja, pakken. Hop, okay. Hoe ver moet ik in gooien? Gooien, hop. Ja, oké, je hebt sowieso al verdiend. Hé, je bent er al. Ja, en gooien. Hoppa. Oké, je hebt sowieso 30 punten. Hé, dat gaat goed, hè? Jij komt vandaag wel door, hè? Ja, dat is... Komt helemaal goed. Ja, dat komt helemaal goed. Oké, volgende. Dit is Ding. Ja. Dag, heren. Goedemorgen. Goedemorgen.
Dan staan jullie rustig bij de kerkdeur. Ja, we staan te wachten op het bezoek. Oh, ik krijg bezoek? Nou, we zijn open voor bezichtiging. Dus... Oh, bezichtiging in de kerk? Ja. Het is nog een beetje rustig, hè? Ja, we zijn er nog maar net open. Oh, u bent net geopend. Ja. Mensen moeten nog even wakker worden, hè? We hebben nog 2 uur de tijd. Oh, je hebt nog 2 uur de tijd. Oh, rustig dus, aan doen. We hopen dat het toestroom dadelijk. Hè? Ja, zo, die kunt nu u niet al meer met aan. Vakantiegangers, hè? Oh, nu al toeristen? Ja, die zijn er al, ja. Begint dat nu al te komen, hè? Ja, die grijze kopjes, hè? Ja, ja. Die zijn een beetje met de fut, zeg maar, hè? Ja, die hebben ja, al meer ja, tijd en dat soort dingetjes. Ja, zo werkt dat, hè? Ja. Ja. En u doet het ook allemaal vrijwillig bij de kerk? Wij doen het vrijwillig, ja. 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 Gewoon een leuke dagbesteding. Ja, en je kunt er wat aan vertellen hè, over de historie van de kerk. En, je doet ook de rondleidingen? Ja hoor. En wat vertelt u dan zoal? Ja, wanneer de kerk ontstaan is hier in Bennekom. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. En we hebben altijd gedacht dat die kerk zo midden 13, 14e eeuw was. Ja. Maar het blijkt gewoon dat die 200 jaar ouder is. 200 jaar ouder? Dus eind 11e, begin 12e eeuw is de kerk ontstaan. Een kleine misrekening. Ja, maar goed, dat is, nu met de laatste renovatie is het aan de orde gekomen. Ja. Door bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat gewoon de kerk toch uit die tijd, eind 11e, begin 12e eeuw... Een stukje historie van de kerk. Precies. En leuk om dat te ontdekken. Ja, dat vinden wij ook hoor. Ja. We zijn ook wel een beetje trots op eigenlijk. Meneer, doet u ook mee met de rondleiding of staat u gewoon lekker bij de deur de hele dag? Nee, ik komt ook in de rondleiding. Ja. Ah, dat is toch wel prettig hè. Zo lullig als meneer dat alleen moet doen. Ja, precies. Ja, nee, dat is heel flauw. Ga je nog leuke dingen doen in het weekend of blijf je de hele weekend bij de deur staan? Nee, zeker niet. Nee, toch niet? Alleen vandaag. Alleen vandaag. En morgen gaat u wat leuks doen. Ja. Wat gaat u doen? Ik ga naar de Doesburger Molen. Ah. Oh, dat is ook leuk inderdaad. Dan ben ik molenaar. Dus, U bent molenaar? Ja. Dat is ook een heel speciaal beroep. Ja. Dat zie je ook niet zoveel meer, nee. Wordt ook steeds minder, toch? Ja, er zijn er nog wel, maar wordt wel allemaal vrijwilligers, hè? Ja, ja, allemaal vrijwilligers. Ja, ja, dan moet de pijp roken tegenwoordig voor de vrijwilligers, toch? Ja, daar draait het hele leven om op zo'n moment. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Wij hebben voldoende vrijwilligers. Oh, u heeft er voldoende. Ja, wij hebben voldoende, ja. Ja, nee, dan houdt het even op, hè. Als er geen vrijwilligers meer zouden zijn, dan stort de hele economie in Nederland. Dat bedoel ik, daar zijn we heel afhankelijk van. Precies. Hier maak ik een leuk weekend van. Dat doen wij. En dan roep ik 1, 2, 3 en dan roep jullie met z'n tweeën tegelijk gewoon heel spontaan volgen. Maar dat lukt wel, hè. 1, 2, 3. Volgende. Dank u. Erg spontaan. Dank u wel. Nou, vooruit dan maar. Omdat jullie zo graag willen. 1, 2, 3. Zeg het maar. 1, 2, 3. Volgende. En nou zwaaien. Bye. Zeg, zit je aan de drank of zo? Ja. Tjonge, jongen, waarom sta je hier nou met een fles? Wat is het? Wijn? Ja, denk het wel. Wijn? Ja. Sta je wijn te drinken? Dat meen je niet. Ja. Dat kan toch niet? Hoe oud ben je? 12. 12? Oh, als hij maar smaakt dan, hè, natuurlijk. Ja, hij smaakt wel. Oh, hij smaakt prima. Ook gelukkig. Ja, deze waarom wel. Sta je hier? Voor vossenjacht. Oh, ook al voor de vossenjacht. Ja. Het is erg druk met kinderen hier, zeg. Ja, het zijn ook 2 scholen. Oh, 2 scholen bij elkaar? Ja. Ik kan er niet aan ontkomen, al die kinderen. Maar ze zijn wel aardig, dat scheelt. Ja, de meeste wel. En welke vos ben jij? Gewoon een drankverslaafd of zo? Dranken. Nou, dat lukt je aardig, hè? Ja. Je brengt het er goed vanaf. Ja. Nou, succes. Ja, dank u. Roep maar even het magische woord, roep maar. Volgende. Volgende. Iets spontaan graag. Okay. Volgende. Ja, die is goed. Jullie ook? 1, 2, 3. Volgende. Dank je. Dag. Doei. 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 Dag, meneer. Goedemiddag. Goedemorgen. Of goedemorgen. Zeg het maar. Dat is leuk, hè? Ja, dat is geweldig leuk. Wat een drukte hier in het dorp, hè? Met alle schoolkinderen. Het is een vossenjacht, begrijp ik. Ja, ik heb het in de gaten. Ik ben geen vos. Oh, je bent geen vos, nee. Dat zit er niet meer in natuurlijk, hè? Nee, dat is een beetje geweest natuurlijk, hè? Meneer, wat brengt u naar het dorp toe? Een klein boodschapje. Oh, de boodschap even doen. Nee, niet hier de boodschappen, maar een klein boodschapje. Een klein boodschapje, gewoon lekkere dingetjes voor het weekend natuurlijk. Hè. Ja. Altijd erg lekker. Heeft u nog een leuk weekend voor de boek? Heel aardig, ja. Nou, wat gaat u doen? Verjaardag, zonder fietsen en nog wat andere lollige dingen om even te ontspannen. Oh, ja. We hebben eerste jaren. Er was iemand jarig. Oh, die viert het morgenavond. Oh, doe maar even feliciteren in de camera. Willem, gefeliciteerd. Oh, dat vindt Willem altijd leuk. Ja. En dan ga je een lekker borreltje doen. Een borreltje, ja. Ja, een kleintje. Een bitterballetje. Een bitterballetje erbij. Ja. Echt vervelend weer, hè. Ja, je moet wat, hè. Het moet, hè. Het moet gewoon. Het moet gewoon gebeuren. Je offert jezelf op.
Nee, dat is een genoegen. Oh, dat is een genoegen? Ja. Nou, oké. Okay. Dan maak er een leuk weekend van. Dankjewel. En succes met borreltje en het hapje. Succes op Facebook. Ja, Robert maak je woord maar even. Ja, oké. Okay. Nee, dan moet je roepen. Volgende. De volgende. Nou, dat kan iets spontaan, hè? De volgende. Die is goed. Dankjewel, meneer. Dag, fijn weekend, hè? Alsjeblieft. Dank u. Hallo. Hi. Ja, ja. Alweer allemaal schoolkinderen. Daar staan jullie dan, hè? Ja. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Ja. Is het gezellig? Ja. Gaan jullie nog meer doen? Nee. Nee, bij de vakantie natuurlijk, hè? Ja. Heel vervelend allemaal. Gaan jullie allemaal op vakantie? Gaan jullie allemaal op vakantie? Ja. Gelukkig, een beetje rust in Bennekom. Lekker, heerlijk. Ja. Nou, ik wil er ook vandoor. Ik wil ook een beetje vakantie gaan houden natuurlijk. Kunnen jullie het programma zeg maar afsluiten? Gaat dat lukken, denk je? Ja. Kennen jullie de afsluitzin? Ja. Zal ik hem één keer voordoen dan? Ja. Dit was het programma zeg maar voor deze week. En graag tot volgende week. Tel ik af. 3, 2, 1. Dit was het programma van deze week. Nee, ging niet goed. Want ik miste, dit is het programma zeg maar voor deze week. En graag tot volgende week. Doe het nog één keer, hè? Het kan niet zo moeilijk. Eerst aftellen. 3, 2, 1. Dit was het programma deze week. Zeg maar. Zeg maar. Doei. Volgende week. En wat gaan ze dan doen? Zwaaien. Doei. Ga door. Ga door. Ja. Doei. Ja, lekker zwaaien. Doei. Dag. En nou nog even heel hard juichen. Leuk voor de ondernemers hier. Dan weten ze ook dat jullie er zijn. Ja toch? Hey. Nou, veel plezier en een goede vakantie allemaal. Ja. Dag. Dat was het programma zeg maar voor deze week. Dit was het programma. En tot volgende week. Dag. Dag.